Dag kijkers. Nogal wat iets oudere mensen kiezen op een bepaald ogenblik ervoor om een ander leven te gaan leiden in een andere omgeving. Dat wil zeggen een nieuw huis en meestal is daar ook een nieuwe tuin bij. Een tuin die volledig gericht is op echt ten volle genieten. En hier, in het mooie Limburgse Rekum, is er zo eentje in de maak. Wow. Prachtige omgeving, hè? Ja. Een stadsboerderij, zoals ze dat zo mooi noemen. En eigenlijk met zo'n decor heb je niet veel franjes in de tuin zelf nodig, hè? Nee, die gevel moet echt kunnen spreken, hè. Het is trouwens de vroegere voorgevel van de woning. En ooit is de straat verlegd geworden en is de achtergevel voorgevel geworden en omgekeerd. Maar inderdaad, dit moet echt wel leven, dit moet spreken. En vandaar geen overvloed aan planten in de tuin. Het is heel sober, hè? Heel sober, maar centraal een rustig groen grasveld, waardoor al de rest en dus ook die gevel nog veel meer tot zijn recht komt. Maar de tuin is wel gemaakt om te genieten en vandaar toch ook wel enkele terrasjes. Een verhuurde ruimte achter de gevel waar alles en nog wat op kan. Een terrasje onder een schaduwboom, lekker knus gezellig zitten. En hier achteraan ook nog bij moestuinbakken. Ja, nu, ik moet eerlijk zeggen, ik had mij verwacht aan een tuin in volle opbouw met heel veel werkzaamheden. Dit is af, hè? Dat moet je wel niet tegen de tuinaannemer zeggen, want er zijn nog altijd wel een paar kleine details die hij nog net wil afwerken om de tuin echt sleutel op de deur af te leveren. En ja, het valt inderdaad niet op, maar een van die dingen die hij nog aan het doen is, is het opspuiten van siliconen tussen terras, blauwe harts in het terras en de muur. Want ja, dat is een uitzettingsvoeg eigenlijk, dus het kan niet opgevuld worden met gewone voegvuller. Het moet een elastisch materiaal zijn en dat gaat hij dus nog doen. Ja, maar er moet ook nog een beetje gewerkt worden, verstevigd eigenlijk aan dat bamboeframe hierboven. Ik heb begrepen dat jij ging meehelpen. En met plezier, want echt, dat legt een link met mijn bezig zijn met Japanse tuinen, waar dat pijnbomen, hoe jong ze ook zijn, toch wel zodanig door bamboeframes en draadwerk geplooid worden dat ze er al jong toch wel oud en verweerd uitzien en dus nog veel meer van hun charme tonen. Nu, hier is het niet zo, hij moet er niet oud en verweerd gaan uitzien, deze boom. Het is een haagbeuk trouwens, een boom die zich makkelijk laat vormen. Maar hij moet een groot plat dak gaan vormen. Het is een schaduwboom. En vandaar eigenlijk ook de hele vreemd gevormde stam die ervoor moet zorgen dat die kruin niet net boven zijn plantplaat zit, maar dat hij eigenlijk wat meer uitkraagt over het terras. Ja, nu, normaal zou je zo'n boom in volle grond verwachten, maar hier hebben ze die echt opgehoogd in een serieus hoge bak, hè? Ja, want hoe hoger dat is staat, ja, zoveel te hoger komt zijn kruin en zoveel te meer schaduw gaat hij natuurlijk toch ook wel uitstrooien. En tegelijk, die bak die zorgt ervoor dat dit terras, ik zou maar zeggen, een muurtje krijgt, wat background krijgt richting woning, zodat het zitten op het terras extra gezellig is en ja, dat het een aparte entiteit wordt in de tuin eigenlijk. Ja, en vooral, het is in kortenstaal en dat associeert heel mooi met de rest hier, hè? Ja, kortenstaal is een zeer dankbaar tuinmateriaal dat tuinaannemers tegenwoordig meer en meer gaan gebruiken. Omdat, ja, het is ook ontzettend duurzaam, hè? Want het ziet er dan wel geroest uit, dat is het natuurlijk ook. Maar die roestlaag, die vormt eigenlijk een eigen beschermlaag. Die geeft dus zelfs niks af aan de handen. Eens geroest, is die roest de beschermlaag tegen verder roesten. En zo'n bak kan meer dan 100 jaar meegaan. Het past inderdaad in dit historische kader, hè? Tuinaannemer Bart heeft een extraatje voorzien om de eigenares te plezieren. En hij mag dat uitleggen aan de echtgenoot. Ik heb hier nog een extraatje voorzien, ook in korte staal, omdat ik gezien heb dat je vrouw mooie kunstwerken maakt. Dus dit is eigenlijk bedoeld een kader, dat ze daar achteraf een mooi abstract schilderij in kan maken, waar ik dan ook beneden indirecte verlichting in voorzien heb. Dus dat gaat wel een extra touch geven aan de tuin. We gaan dan hier voor het sculptuur van je vrouw het kader mooi recht hangen. Dat het mooi waterpas hangt. En dan kunnen we het zo dadelijk netjes vastboren. Ja.
Voor de kunstwerken zijn we wat te vroeg, maar geen nood. Met de fraaie muurbekleding zijn we al lang tevreden. Hierachter, Mark, deze muur is ongetwijfeld het oudste gedeelte van de tuin, hè? Als ik naar de beplanting kijk. Ja, wat planten betreft, dat heel zeker. Kijk, het zijn twee eigenlijk leivormen van peer. En ze hebben dus niet zo'n ontzettend dikke stam. Maar dat komt eigenlijk ook omdat het een leiboom is die elk jaar kort wordt teruggesnoeid. Maar wellicht is hij toch wel een 40 à 50 jaar oud. Dus die is ook heel wel bewust verzorgd en dus ook bewaard geworden. Net zoals trouwens ook die druivelaar die erin zit. En dat samenspel, dat is natuurlijk niet alleen mooi, maar dat is ook nuttig voor biodiversiteit. Heel wat diertjes komen erop af, tuinvogels ook, ja, en getuigen daarvan. Dus er is nog een nestje verstopt in die leipeer. Maar het neemt niet weg dat de tuinennemer toch nog wel andere klimplanten en leiplanten tegen de muren hier plant. Er zit hier nog wat klimatissen bij. Klimatissen ken je als schitterende bloeiende plant. Maar je laat evenzeer een wilde wingerd over de muur groeien van beide buren. En ja, de spontane muurvegetatie die in een dorpje zoals Reken spontaan ook naar voren komt, wel, die krijgt hier ook alle kansen. Als deze tuin nog niet af is, dan zijn we erg benieuwd hoe af de volgende er wel zal uitzien. Maar eerst kloppen we even aan bij het proefcentrum Sierteelt. Want verstandig omgaan met onze natuur, ook in de tuin, is een must. En daar weet Sandri Adriaansens alles over. Sandri, de zorg voor het leefmilieu is tegenwoordig een heel algemeen gegeven. Dat is natuurlijk ook zo bij de tuinaannemers. Zo wordt er bijvoorbeeld veel minder gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen dan vroeger. En als ze dat dan toch doen, dan hebben ze een speciale vergunning nodig, hè? Een fytolicentie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een fytolicentie, dat is eigenlijk een certificaat van de federale overheid dat aantoont dat je als professionele gebruiker, en een tuinaannemer is een professionele gebruiker, dat je op een correcte manier kan omgaan met die gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van zo'n fytolicentie is om eigenlijk het gebruik van die middelen te beperken tot mensen die voldoende kennis hebben gekregen. En om op die manier ook de risico's die die gewasbeschermingsmiddelen wel met zich meebrengen, om die te beperken op mens, dier en milieu. En is het moeilijk om aan zo'n licentie te komen? Je moet daar al sinds een opleiding voor volgen. Je verkrijgt dat niet zomaar. Je moet daar ook een examen voor afleggen. En op het moment dat je die fytolicentie dan hebt, dan ben je ook wel verplicht om navormingen te volgen, zodanig dat je op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een term die je tegenwoordig ook heel veel hoort, dat is geïntegreerde gewasbescherming. Wat houdt dat allemaal in? Geïntegreerde gewasbescherming is eigenlijk een 8-stappen-schema waarbij dat eigenlijk die chemische bestrijding pas helemaal op het einde komt. Dus je start eigenlijk met preventie. Dus een tuinaannemer gaat ervoor gaan zorgen dat hij start met ziektevrij plantmateriaal, dat hij de juiste plant op de juiste plaats zet en dat die planten ook voldoende bemesting en irrigatie hebben. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Een tweede stap van preventie is er eigenlijk voor te zorgen dat je een gevarieerde beplanting hebt. Dus dat je zoveel mogelijk diversiteit hebt en dan is de kans op schade in je tuin natuurlijk ook een stuk kleiner. Ja. Maar hoe dan ook zal je toch niet kunnen uitsluiten dat er af en toe plagen voorkomen, hè? Ja, absoluut. Dat kan, dat is nu eenmaal de natuur. En dan is het belangrijk voor een tuinaannemer, en daarvoor heeft hij ook die fytolicentieopleiding, dat hij die ziekten en plagen kan herkennen. Dat hij kan opvolgen of dat de schade toeneemt en dat hij ook op het juiste moment kan gaan ingrijpen. Ja, en als het echt niet anders kan, dan wordt er gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Nu, ook daar is een enorme evolutie de jongste tijd, hè? Ja, dat klopt. De gewasbeschermingsmiddelen die nu op de markt komen, die zijn veel selectiever dan vroeger. Dus die gaan meer gaan werken op één bepaald diertje. En die zijn vaak ook systemisch. Dat wil zeggen dat ze via de planten werken op het diertje eigenlijk. En dat op die manier de impact op mens en milieu veel kleiner is dan dat die vroeger was. En ook een tuinaannemer met een fytolicentie gaat er ook meer en meer op letten dat hij kiest voor middelen die inderdaad die selectiviteit hebben. En daarnaast ook dat die zo weinig mogelijk impact hebben op die natuurlijke vijanden. Omdat we die toch zoveel mogelijk willen proberen te behouden, omdat die ons eigenlijk heel veel voordelen leveren. We laten de proeftuin Sierteelt achter ons en weer een beetje wijzer dan voordien zijn we klaar voor de volgende tuin. Eentje die al enkele jaren op de teller heeft.
We zijn nu in Opglabbeek. Dat is een deelgemeente van het Limburgse Oudsbergen. En ook hier koos een koppel, bijna zestigers, voor een nieuwe omgeving. Nieuwe omgeving is veel gezegd, want ze zijn in dezelfde straat gebleven. Hè? Ja, ze zijn wel geteld 3 huizen opgeschoven, Jill. Nu, hun vorige woning was aan renovatie toe. En dat zagen Martien en Jo absoluut niet zitten. En ze hadden hier dan nog een bouwgrond liggen. En toen dachten ze van, weet je, als we dan toch eens die woning achterlaten en we gaan een nieuwe woning bouwen, met dan wel een nieuwe tuin erbij. En graag zijn ze dat die klus binnen 1 jaar geklaard was. Huis en tuin samen klaar. Ja, we zijn ondertussen een paar jaar verder. Het is blijkbaar allemaal op tijd gelukt, hè? Het is perfect gelukt, hè. Nu, over het huis spreek ik mij natuurlijk niet uit. Maar wat de tuin betreft, ja. Nu, tuinaannemers zijn gewoon van te luisteren en de wensen van hun klanten uit te voeren. Dus dit was eigenlijk al 1 wens die mocht afgevinkt worden. En zo waren er nog meer. Nu, wensen van wie? Eigenlijk waren ze allemaal wel van Martien, hoor. Want dat is de dame hier in huis met de groene vingers. Een gezondheidsconsulente die echt ook geïnteresseerd is in kruiden, in eetbare bloemen en eetbare planten. En haar echtgenoot Jo, wel, die zit erbij en die kijkt ernaar en ziet of het goed is. Ja, gelijk heeft hij. Zeker als je weet dat dit een heel onderhoudsvriendelijke tuin is. Ja, echt, er moet heel weinig in gebeuren. Hè. En toch is ook hier weer een gazonnetje. Ja? Zoals in de meeste tuinen. Want iedereen wil wel een onderhoudsvriendelijke tuin. Maar dat gazon of een lage kruidenweide moet er toch wel altijd bij zijn. Hè. Ja, maar daar is een robotmaaier goed voor. Gelukkig voor al die mensen. Hè. Nu, hier, Martien en Jo zijn niet de enige. Want uit een recente enquête blijkt dat zowat 10% van de Belgische tuinen wordt kort gehouden. Het gazon wordt kort gehouden door een robotmaaier. Dit is op zijn minst een niet-alledaagse blikvanger. Hè? Een caravan vind je niet in elke tuin. Nee, en het is geen afdankertje dat hier zomaar in een hoek geduwd is. Afdankertje van vroegere vakanties. Martien en Jo zijn er nooit meer op vakantie geweest. Het was eigenlijk een project van hun zoon Karel, die houdt van houtbewerking. En die de caravan binnenin helemaal ontmanteld heeft en hem dan helemaal opnieuw heeft aangekleed tot wat hij nu vandaag is. Nu, het is eigenlijk een tuinbureautje geworden voor Martien. Die noteert hier alles wat ze in haar tuin doet, maakt naamplaatjes en die smeer. En eigenlijk hoopt ze stiekem toch ook wel dat als er kleinkinderen komen, dat die hier ook deze caravan als een speelhuisje gaan gebruiken. Ja, zeker een leuk speelhuisje. In een gezonde omgeving, bij de moestuin, of eigenlijk moet ik zeggen bij 2 moestuinen. Hè? Ja, 2 moestuinen. Hè. 1 verhoogde moestuinbakken en 2 traditioneel manier van tuinieren in volle grond. Nu, er zijn hier eigenlijk ook 2 mensen die met die groente bezig zijn. Dat is Martien en haar vader, een man die ondertussen in de 80 jaar is. En in tegenstelling tot wat je zou verwachten, is het Martien die in die verhoogde moestuinbak tuiniert. Terwijl dat haar vader, die misschien toch al wel wat meer last van rug en spieren begint te krijgen, dat hij het nog altijd houdt op die traditionele manieren van tuinieren in volle grond, dus door de knieën moet gaan. Maar daar kan hij, zoals het vroeger gebeurde, allemaal heel mooi op rechte lijntjes en ja, ik zou maar zeggen, eindeloos tuinieren. Ja, nu, zo'n moestuinbak is handig, maar het heeft ook wel zijn beperkingen qua ruimte. Ja, want je zit dus toch wel met een beperkte oppervlakte waarin dat je die groenten en planten kwijt kan. Nu, Martien pakt het heel handig aan en die werkt in die moestuinbakken volgens het principe van vierkante meter tuinen. Dat wil zeggen dat ze die oppervlakte nog eens kleiner heeft gemaakt, dat ze er eigenlijk een raster heeft ingelegd en eigenlijk vierkantje na vierkantje zaait, plant, verzorgt, maar ook oogst. Dat gebeurt dus allemaal wat meer planmatig natuurlijk, maar dat garandeert wel dat er altijd hapklare, verse porties kunnen geoogst worden. De bakken zijn wel heel mooi afgewerkt en passen perfect in de tuin, hè? Het is een toevoeging van de tuinaannemer. En hier is hij gegaan voor die schone afwerking, voor die mooie afwerking in wat heel veel mensen zullen denken in wilgenvlechtwerk. Maar nee, dit zijn geen wilgen. Dit is hazelarenhout dat gevlochten is. Hazelarenhout dat ook buigzaam is, het mooie rechte takken levert, maar tegelijk heel wat meer duurzaam is, langer meegaat dan wilgenhout. Maar
Mark, als je de tuin in haar geheel bekijkt, dan valt het toch wel op dat dit een niet-alledaags concept is. Hè? Moestuin en siertuin eigenlijk perfect bij elkaar geïntegreerd, zonder afscheiding. Kijk, zelfs de twee bomen die hier in het gras staan, zijn fruitbomen. En die gaan in de toekomst natuurlijk ook nog wel schitterende schaduwbomen worden. Maar ja, bij dan nog eens al die groenten, ook nog bessenstruiken, maar eigenlijk ook een kippenren. Ja, en daar worden natuurlijk ook dagelijks verse eitjes geraapt. Hè? En dan bovendien, dit siertuingedeelte, wel, het is een apart geheel toch, ja? Maar een onderhoudsvriendelijk gedeelte, want dit moest het effectief zijn. En vandaar onder andere ook ja, de brede maaiboordjes rond de fruitbomen, zodat de robotmaaier er makkelijk overheen kan en dat hier quasi nooit kantjes moeten bijgeknipt worden. Dit deel van de siertuin is heel sober, veel gras. Het valt wel op hier dat het gras aan de kanten heel geel geworden is. Echt weet van de droogte. Niet sproeien, dat is een heel bewuste keuze van de mensen hier. Ja, nu dat het gras langs de randjes geel kleurt, komt natuurlijk doordat die poreuze steentjes van het tuinpad eigenlijk ook vocht van onder het gras wegzuigen. Nu, het gras herstelt zich. Hè. Na een regenbui gaat dat oplossen. Mensen weten dat. Ze willen ook heel wel bewust niet sproeien, want ze zijn zelf ook verbonden aan een internationaal samenwerkingsproject dat KBNE heet. En dat eigenlijk gaat voor ja, een soort pleegzorg in Kenia, maar vooral ook voor het boren van waterput om te voorkomen dat de mensen ginds kilometers ver moeten lopen om ook maar een glaasje drinkwater te hebben. Nu, voor dat gras is het ook niet erg. Hè. Gras is niet dood als het geel ziet. Dat komt terug in orde. Hoe staat het met de vaste planten daarachter? Krijgen die water? Wel, die zijn ook allemaal eigenlijk gekozen in functie van toch wel kunnen groeien op een ook relatief droge grond. Hè. Nu, hierachteraan zien we eigenlijk geen bloeiende planten. Nee. Die staan eigenlijk allemaal in de zijtuin en in de voortuin. Het is niet alleen een combinatie van planten die tegen droogte kunnen. Het zijn eigenlijk ook allemaal kruidige planten, planten die ook eetbare bloemen opleveren, die kunnen gebruikt worden door Martien, gezondheidsconsulent. En misschien is daar het meest sprekende voorbeeld nog wel van, niet een vaste plant, maar de solitair, de boom die in de voortuin staat, een moerbei. Ja, pracht van een boom. De witte moerbei is het, waar dat, in tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, in augustus, september zwarte besjes aankomen die ontzettend lekker zijn, ontzettend zoet smaken. Maar die wel veel plekken maken. Er is maar één nadeel, als je ze plukt, elk druppeltje sap dat op je kleding valt, wel, dat zit erin voor quasi eeuwig, dat laat er zich niet uitwassen. Volgende keer brengen we het vakantiegevoel bij u thuis. Tuinen in echt Zuiderse sfeer of waar soberheid garant staat voor rustige gezelligheid, het kan weer veel richtingen uit. En de specialisten vertellen over de talrijke mogelijkheden van leibomen en geveltuintjes.